Thijs Oosting 1-1 in Genk vandaag. Wat voor wedstrijd was dit? Ik denk weer een hele goede oefenwedstrijd tegen een hele goede tegenstander. Op zo'n hoog mogelijk niveau proberen te spelen. Dus ik denk dat we met deze potjes goede indruk proberen te maken. En ik denk dat we daar een goede tegenstander aan hebben. Ja, ben je dan tevreden met 1-1? Jawel, ik denk gezien het spelbeeld hadden we sommige kansen beter uit kunnen spelen. Om misschien meer kansen te creëren en uiteindelijk meer goals. En als het niet lukt moet je blijven zoeken en op het laatst valt hij dan nog. Ja, precies. Een doelpunt van jou was een lekkere goal, toch? Ja zeker. Ja, hij viel eruit en ik stond al zo dicht bij de goal. Dus ik hoefde niet per se veel na te denken en ik kon hem gewoon op de volley nemen. Ja, had je nog tijd om na te denken of was het gewoon blind? Nee, het was wel de bedoeling zeg maar, om te volleren. Maar hoe die dan precies binnenvalt, daar ga je dan niet veel over nadenken. En je wil hem gewoon lekker raken. Dus meer op die manier. Hij was wel terecht, denk ik, hè? Ja, ik vond ook wel dat wij uiteindelijk kansen recht hadden op een goal. Aangezien de kansenverhouding. Misschien wel op meer, maar het is hierbij gebleven. Ja. En hoe gaat de voorbereiding tot nu toe voor jou? Prima. Het is een beetje een aparte voorbereiding, want natuurlijk niet iedereen is er. Nog niet iedereen is terug. Dus je weet nog niet precies hoe je uiteindelijk wil gaan spelen. Maar tot nu toe gaat het voor mezelf gewoon goed. En ik heb na een halfjaartje RKC nu de kans om het hier weer te laten zien. En ik hoop dat ik dat zo goed mogelijk doe. Ja, je laat het nu, moet het nu laten zien op de linksbackpositie. Hoe gaat dat? Ja, op zich gaat het me op zich wel oké af voor mijn gevoel. Kan lekker mijn energie kwijt over de linkerkant. En zoals vandaag spelen we dan met 5. En dan heb ik toch iets meer ruimte om toch erbij te komen. Want als je met 4 speelt moet je toch af en toe zelf de laatste man zijn, zeg maar. Dus op tot nu toe bevalt het me wel. En dan kan ik gewoon veel vooruit en uiteindelijk ook mijn verdedigende taken doen. Ja. En nu wacht volgens mij zaterdag een duel met Leipzig. Ja. Het zijn nu zwaardere wedstrijden, merk je dat ook? Ik moet zeggen dat ik vind betere tegenstanders eigenlijk alleen maar leuker om tegen te spelen. Dus vandaag, zo'n potje zoals vandaag vind ik alleen maar leuker. Dus kan het van mij niet gek genoeg. Ik vind het alleen maar leuk en zien waar je dan staat, tegen welke gasten je dan speelt. En kijken hoe dat je afgaat. Ja, super. Dankjewel, man. Dankjewel.